Ze kunnen daar staan of daarachter. En ja, ik heb geen idee waar ze zijn. Maar kijk, hier lopen die beesten, hier dat spoor dat bos in, of hier. Je kunt het eigenlijk wel zien. Dit gebied is 45 hectare. Er zijn ongeveer 90 voetbalvelden. Daar staat er een. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind het te gek. Mijn naam is Bouke van der Veen, Vlees & Co. Verkoop grasgevoerd vlees van runderen uit natuurparken. Zoals dit park waar we nu zijn, de Ooievaarsplassen. Grenst aan, aan de Oostvaardersplassen. En daar lopen een aantal van onze enkels in. Dit is niet een akker die wordt ingezet voor voedsel. Dus je moet het niet zien als een weiland waar voedsel wordt geproduceerd. Het is een bos waar beesten lopen om hier de boel te onderhouden. Die knagen de takken af, die eten het gras, poepen weer hier. Ja, dus duurzaam. Het is maar net hoe je het bekijkt. Dit is geen landbouwgebied. Dit is gewoon een stukje Nederlandse soort van natuur. Dit is gewoon de zeebodem. Je loopt hier eigenlijk 4 meter onder zeeniveau. Dat is gewoon de klei en dat is heel vruchtbaar. Nou, daar groeien gewoon heel veel mooie dingen op. Daarom zit hier zo onwijs veel boeren die hele mooie producten maken uit volle grond. Nee, je moet er wel mee oppassen. Het zijn wel wilde beesten. Ze zijn echt 300, 400 kilo. Ze zijn wel pittig, zeg maar. Het meest interessante stuk vind ik de stukken die gewerkt hebben. Longhaas, de dijen, de knieën en de schenkels. Daar zit smaak in. Dat heeft heel hard gewerkt. Ik kan me nog de eerste keer dat ik een taartje at van ons vlees, dat ik dacht, ik heb het helemaal niet gekruid, met geen zout, geen peper. En ik proef allemaal kruiden en dingen en dat zit gewoon in het vlees. Ja, dat is te gek. Dat heb je niet vanuit de supermarkt, dat taartje. Ik ben het volledig eens met het feit dat je minder vlees moet eten. Hè? Ja. Waarom niet? Daarom doe ik dit. Als je op dit arsenaal koeien zet of een grote stallen bouwt in deze ruimte van 45 hectare, dan kan je echt, weet ik veel, 10.000 runderen kwijt. Maar dat is niet wat ik wil. Weet je, dit is mooi, er lopen er misschien, weet ik veel, 20. Dat is toch prachtig? Ik vind het superleuk wat ik doe. Ik word er blij van, omdat het gaat over uiteindelijk natuur. Wat je koppelt aan eten. En eten is voor mij het absolute hoogste goed. Dat is de reden dat ik ben gaan doen wat ik doe.